hier in Zonnemeren op Schouwen Duiveland woont een hele bijzondere boer. Artistieke boer. Hij heeft een akkerbouwbedrijf, maar daarnaast houdt hij ook af en toe een muziekfestival op zijn erf. En hij maakt prachtige filmpjes van het boeren Zeeuwse land. Ik heb een afspraak met Jaap Verspunt. Hey Jaap! Hoi. Welkom. Welkom in dit perceel. Perceel plantuien. Dat zien we hier, plantuien. Ja, en dit zijn winterplantuien. En normaal worden die altijd in maart geplant. Maar deze, die probeer je de markt voor te zijn. Zodat ze, dus die plant je al vroeger. En dan met de bedoeling dat je net voor die andere plantuien op de markt komt. En een hogere prijs realiseert. Ja. Naast boeren doe je nog een heleboel andere dingen, Jaap. Ja, ik film dus. Film in opdracht, maar ook één keer per jaar een festival op de boerderij. Ik heb in de tijd ook beeldende kunstroutes echt dwars door het land. Dus mijn eigen land. Want dat is het dan misschien. Is dat ook een soort. Dat ik dat graag wil laten zien. Als je Van Gogh ziet met zijn schilderijen. Die schildert natuurlijk ook heel veel het landschap. En zo zijn er heel veel schilders. En denk ik, ja, vervolgens worden die schilderijen in Amsterdam aan de muur gehangen. En dan gaat iedereen, oh wat mooi, maar ik vind ook wel eens, neem de stap en ga eens in dat landschap kijken. Ga eens in het echt kijken, bedoel je. Kijk nou eens niet alleen naar de schilderij. Ga niet naar de schilderij, maar kijk. Kijk eens in het echt. Ah, hij is toch wel. Goedemorgen. Hallo, Karel Pijs. Arne Knop. Dit is dus de bietenzaaier. Kijk, en dit zijn de zaadjes. Oh ja. Kijk, en ze liggen op, zeg maar, 18 centimeter. Hier ligt het, zie je? Ja, verrek. Dus dat moet je allemaal controleren. Jij ligt daar de hele dag met je neus bovenaan. Ja, nou. Dit is een van de onderwerpen van jouw film. Dat doe je, dat film je. Ik heb ook zo'n drone, die gebruik ik ook voor dit soort dingen. En dan zo van loodrecht van boven krijg je toch weer een heel ander perspectief. En dan. Bijna grafisch. Ja, heel grafisch, ja. Ja, dat vind ik dan echt kicken. We staan hier nu in Bieten, dus het moet allemaal nog groeien. Maar ik heb ook een filmpje bijvoorbeeld loodrecht, zo dat groen. En als je dan begint en dan gaat het gewoon 50 meter omhoog. Ja, en dan komen er allemaal vlakken. En dan lijkt het gewoon bijna een rotko. Ja, dat vind ik dan zo bijzonder. Ja. Wat we daarnet zagen zijn die rijtjes. En dan zie je nog alleen maar bruine grond. En op den duur komt dit. En dit heb ik dan gefilmd met zo'n drone. En dan gaat het mij natuurlijk meer om dit soort vlakken. Dat is wat ik probeerde uit te leggen. En dan vind ik ook mooi, die sporen. En ik film dit dan en dat zie ik allemaal nog niet zo precies als ik het film. Maar dan vind ik dit gewoon. Ook met die lichtgroene. Ja. Dat is dan het blad wat door die rooier ooit is weggegooid. En die sporen die er over dwars in zitten. Dus dit zijn ook geen flitsende YouTube-filmpjes. Maar dit maak ik eigenlijk gewoon voor mezelf. Ja. Nou, ik vind het bijna kunst. Het is echt gewoon zo heel grafisch. Bijna, maar toch echt niet helemaal. Nee, maar goed. Dit is gewoon wat zich aandient. Ja, wat er is. Ja. En ik vind het zelf. Ik geloof niet dat ik het nou kunst vind. Ja, ik weet niet eens wat kunst is. Ja, dit. Kijk, mooi zo van boven. Ja, dat vind ik dus. Ja, een hele kant gewoon kicken. Ja. Ja. Zien jullie ook hoe het hier ligt? Volgens mij ga ik dan heel lang werk. Ja, het is een heel lang werk. En dan rechts zie je zo'n typische kreek, een Zeeuwse kreek. Ja, die vind ik ook prachtig. Naar dit plaatje kijkt, dan zijn al die elementen die samen dat Zeeuwse land, die zijn hier aanwezig. Ja, dat is gewoon. De Zeeuwse kan het niet, geloof ik. Nee. Ja, maar ik vind die manier waarop je Zeeland in beeld brengt, die vind ik echt fascinerend. Oké, dankjewel. Ja, het is voor mij Zeeland, maar dat is het ook automatisch, omdat ik hier woon. En ik woon hier ook met plezier.
En daardoor is het ook Zeeland, ja. De mooiste en leukste foto's van Zeeland, die maak jij. Stuur jouw foto in en wie